Het is vandaag Valentijnsdag. De dag van de liefde, van rode rozen en van zoete chocola. Maar het is ook gewoon een donderdag. Wij vroegen ons af, hoe romantisch is Zwolle? Ja, alsjeblieft, voor jou. Met de liefde. Ah, dat is een prachtig moment dit. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Via een schoolexcursie in Berlijn. En vertel, wat heeft hij gedaan dat hij je hart heeft gewonnen? Nou, dat duurde nog heel lang hoor. Meer dan een half jaar. En wat heb jij allemaal gedaan om haar hart te veroveren? Toch voornamelijk probeer mezelf te blijven, denk ik. Niet de droompersoon proberen te zijn. Aan wie deze roos zou geven? Denk aan een goede vriend. Er is niks echt romantisch in. En wat betekent Valentijnsdag voor jou? Niet zoveel eigenlijk. Nee. Hoe ziet je perfecte date eruit? Een perfecte date? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat tussen dat het lekker warm is, dat mag nu wel een beetje. En picknicken denk ik dus wel. Gewoon iets gezelligs. Picknicken in de sneeuw? Dat niet, dat is niet romantisch. Aan wie zou je deze roos geven? Aan mijn man. En hoe heb je elkaar ontmoet, als je vraag mag? Via internet. Ja, dit klinkt aardig romantisch. Hoe ziet uw perfecte Valentijnsdag eruit? Gezellig samen eten. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Aan wie zou jullie deze roos geven? Aan mijn man. En hoe jullie elkaar ontmoet, als je vraag mag? Op school. Jaren geleden. De liefde tussen de studieboeken. Ja, inderdaad. Heel romantisch. Gaan jullie vanavond nog iets leuks doen? Hebben we gisteren gedaan. Gisteren was een man jarig, dus hebben we het 2-in-1 gevierd. Oké, heel mooi. Ja. En hoe ziet uw perfecte Valentijnsdag eruit? Een roosje vind ik wel voldoende. Het gaat om het idee, dus... Dus eigenlijk is het nu al geslaagd kunnen concluderen. Nou, als ik het van mijn man krijg, dan lijkt het me leuker. Maandag vol hartstocht, zoete chocola en rode rozen zijn wij daar eerlijk gezegd ook al een beetje...